Nou, Levion, dit is de buitenwereld. Dit is de grote wereld waarin dat wij alles zien en alles. En ja, waarin dat wij onze kijkers nou verwelkomen omdat ze nu in één keer binnenkomen schakelen. En dat we dus nu een intro moeten gaan doen. Dus ja, dit is die intro. Goedemiddag allemaal en welkom terug bij een nieuwe aflevering van Let's Play Paper Mario in de 1000 Year Door. Ik ben er uiteindelijk weer, trainer Stevie, terug met een nieuwe aflevering. Sorry dat het zo lang heeft geduurd. Druk. Plus het is zomer en het is warm en dan is het best wel lastig om op te nemen. In de vorige aflevering hebben we Levion in onze team toegevoegd. Eigenlijk is het een groene Yoshi die we Levion hebben genoemd. En in deze aflevering gaan we, voordat we eventjes verder gaan met battelen, wil ik eigenlijk eerst eventjes mijn microfoon even wat zachter zetten. Want ik zie hem heel vaak in het rood gaan. Dat is niet echt de bedoeling. Is dit beter? Dit is beter. Goed. Als ik het altijd nog mijn editen, kan ik het altijd nog hoger zetten, lager zetten. Dus dan maakt het niet echt zoveel uit op het moment. Maar goed, nog een tikkie. Want ondertussen gebruiken we dus weer onze Zeppelin. Volgens mij zet ik hem nou alleen maar zachter. Kijk hoor. Zo, oh, dat is wel heel erg luid. Ik vind het altijd zo leuk om altijd eventjes te klooien met mijn speaker settings, waarom ook niet. Ik denk dat dit beter is. Ja, dit ziet er goed uit. Goed. De reden waarom dat we heel eventjes terug gaan naar de stad is... omdat we dus een nieuwe partymember hebben. Die kunnen we gelijk upgraden. En deze die willen we ook zeker upgraden. Dus dat wil ik heel eventjes gaan doen voordat we weer verder gaan met enige battles. Dus, In ieder geval, nogmaals mijn excuses dat het zo lang heeft geduurd in verband met... Ah, echt. Ik heb AnimeCon gehad. Unboxing video's gehad van Pokémon Trading Card Game. Ik ben heel druk bezig geweest ook met mijn werk. Mijn werk die had me heel erg vaak nodig. Dus dan heb je ook geen tijd om video's te editen en te bewerken. En natuurlijk niet te vergeten, hij is ondertussen al naar buiten toe gekomen. De hardcore serie. Dus eens kijken, heb jij leuke badges voor me? Want... Je hebt een Mega Rush. Nee, je hebt niet echt boeiende dingen, sorry. Goed. Wij willen heel eventjes langs de Shine Shop, dus maar ja, in ieder geval hardcore die is dus begonnen. En ja, daar zit natuurlijk ook heel erg veel editwerk in. En aflevering 1, die is heel goed bevallen, dus ik wilde wel een beetje het tempo proberen in te houden. Dus vandaag, goed. In ieder geval, welkom bij Merlin. En wij gaan Levion upgraden, want ja, Madame Flurry die heeft het nog absoluut niet nodig. Ja, wij willen opgepartnerd worden. En ik heb ook eigenlijk zitten te denken een beetje over de stem die ik Levion ga geven. Natuurlijk ga ik niet voor de Levion stem, omdat zo hoog kan ik niet. Want Levion die heeft een... Die heeft echt heel hoog, dus dat gaat hem voor mij niet worden. Plus, Yoshi is een beetje een vechter. En ik zat er een beetje aan te denken om hem wel een leuk stemmetje te geven. Dus ik denk dat ik wel een stem voor hem heb. Hopelijk dat jullie hem leuk gaan vinden. In ieder geval, we hebben dus Yoshi gepowered. En wat we... Of ja, ik zal hem Levion blijven noemen. En wat Levion dus allemaal kan doen, dat zullen we dadelijk dus zien in battles. Maar goed, ik zie jullie terug bij de Glitchpit. En ik ben helemaal mijn timing vergeten. Dus geen wonder dat ik nou een knip doe en zoiets. Ik begin eigenlijk een beetje te snappen waarom dat we die kaart... waarom dat we daar zoveel moeite voor hebben moeten doen. Ik bedoel, we kunnen de kaart gebruiken wanneer dat we willen en zo vaak als dat we willen. Stel je voor dat je dat hier bij ons eigenlijk zou hebben. Dat je een treinkaartje zou hebben waar je non-stop een trein mee in kan. Maar dan wel maar naar twee plaatsen, hè. Dus dat je constant eigenlijk een oneindig retourtje hebt naar. En dan niet tussen de stations uitstappen. En gewoon echt alleen bijvoorbeeld vanuit, noem maar iets, van Eindhoven naar Amsterdam. Noem maar iets. Dat je dus constant, non-stop, dat zou duur zijn. Gewoon wanneer dat je wil, hoe vaak dat je wil, waarom dat je wil, wanneer dat je wil, weet ik het allemaal nog meer. Dus, ja, geen wonder dat we er zoveel moeite voor hebben moeten doen. Nou, in ieder geval, we hebben dus ondertussen nou onze, onze Levion geüpgrade. En er zijn een paar star pieces die ik gemist heb. Zoals bijvoorbeeld, ik weet niet hoe dat ik deze gemist heb jongens, mijn excuses daarvoor. Dus, deze die heb ik gemist. En dat was er volgens mij, deze die kwam door YouTube Bam. Die heeft hem geplaatst. En er was er volgens mij nog eentje die ik vergeten was. Ik ga heel eventjes zoeken. Ik zie erachter inderdaad een in-ticket liggen. Maar die hebben we nou op het moment nog niet nodig. Ik ga heel eventjes kijken, nog even stiekem door de comments heen of ik er eentje vergeten was. En dankzij... Nou ja, eigenlijk heeft hij ze alle twee neergezet. Maar ja, die is er wel eerder. Maar dan ben ik niet echt zoveel uit. Deze comment ben ik ook nog eens een keer deze starpiece hier vergeten. En nou vraag ik mij af. Volgens mij kun je die nog niet eens pakken. Want volgens mij moet je hier een speciale ability voor hebben die wij nog niet hebben, dus wacht, ik heb een idee. Ik heb een heel goed idee zelfs. Koeps.
Kijk, oké. Okay. Nee, er is namelijk een ability die je later gaat krijgen. En met die ability die je dus later gaat krijgen, ja, kun je dus ook op sommige plekken terechtkomen. Dus vandaag. Oké, dus we hebben die twee star pieces. Dat we ook heel eventjes out of the way hebben. We willen Yoshi weer heel eventjes terug hebben. We willen... Dank je. Livion. En dan ben ik eigenlijk heel erg nieuwsgierig. Welke badges heb ik eigenlijk allemaal geëquipped? Even kijken. Welke hebben we geëquipped? Power Plus, FP, Power Bounce, Quake Hammer. Had ik trouwens al de Jumpman? Ja, die heb ik al. Gelukkig. En Power Plus, P. Oh, we hebben zoveel goede badges, maar zo weinig badge points. Nou ja, laten we maar eens heel eventjes in wat battles gaan. Want ja, we zijn de vorige keer volgens mij ook nog, als ik me niet vergis, heel erg gepwned. Ik bedoel, de laatste keer dat ik op heb genomen, volgens mij is dat 3 weken geleden. Dus het is weer eventjes wennen. Maar dan komt het allemaal wel weer goed. Dus nogmaals sorry voor die gigantische pauze die er tussen heeft gezeten. Oh ja, en op ja, Livio kunnen we dus nog sneller lopen. Dus ik zal dat iets vaker proberen te doen, aangezien dat dit... So, you're telling me that you have no idea who got inside. What do we pay you for? I'm awfully sorry, Mr. Lee. I heard a noise in there, but I couldn't find nothing. Fine. Leave the rest of this matter to me. Go back to your post. And listen to me carefully. Do not ever tell anyone of this, or I'll have your job. Meh, grumpy lady, meh. Hi. You, Mr. Gonzalez, this is highly inappropriate. What business do you have here? Naar mijn locker lopen? Please, I must ask you to stay out of places where you have no business being. Maar ik wou alleen maar naar mijn locker toe lopen. Nou, en jij moet ook nog steeds Livion niet praten, want anders hadden jullie de stem al kunnen horen. Dus, maar ja, dat horen jullie binnenkort wel. Dus, hoi. Ik weet ook of ik via de andere deur had kunnen gaan, maar daar had ik geen zin in. Heel erg simpel gezegd. Goed. Dus, laten we onze match maar eventjes gaan vragen en kijken of we dus nu die mafkees wel kunnen verslaan. Reserve match. Well, boy, howdy, Gonzalez. Fixing for a fight, huh? Bla, bla, bla. Ik heb geen zin om dit allemaal te doen. De Armored Harry's, nou, oh. Ik heb niet echt gelezen wat we nou niet mogen doen en wat we dus wel moeten doen. Maar goed, we hebben een nieuwe partner. Dus ja, we gaan hier heel erg veel lol mee hebben. It's match time, follow me, pop. Was jij niet die gast die net uitgescholden werd door Jolene? Of ja, een beetje niet uitgescholden, maar bijvoorbeeld op zijn nummer werd gezet. Ik bedoel, jullie lijken allemaal op elkaar. In ieder geval, daar hebben we dus die mafkees weer. De Red Boots en de Green Boots. En ja, heel erg leuk, bla bla bla. Nou, gaan we de voice krijgen. You think you can take me and Gonzalez? Ha! I will kick you all. Ja, ik denk ik ga voor de stage voice. Deal with it! Goed. Laten we het maar eens eventjes gaan doen. Ik bedoel, ik probeer zoveel mogelijk stemmetjes een beetje vast te houden. En als ik dan ook echt een stemmetje kan vasthouden, dan ben ik ook echt tevreden. We mogen geen special moves gebruiken. Gonzalez, let me get him. We're gonna take these punks this time. Stink what's challenging us again. He never learns. Looks like he brought a new Shrimpy partner. As if that's gonna help him. Ah, daar kom je van eigenlijk wel achter. We gaan zetten hem ook gelijk voor. Hij kan ground pounden. Kunnen we nou dus helaas niks mee. Hij kan gulp gebruiken. Die willen we zeker gaan doen. En mini egg, maar die kunnen we dus op dit moment ook niet. Wat we willen doen, dus we willen echt ingedrukt houden. En loslaten wanneer het lampje gaat branden. En natuurlijk stylish wezen. Youch! You spanked me right in the... That really hurt! Our iron bodies and pointy nastiness are ready to use against us, not fair! Oh dang bro, he has discovered a weak point! Ik weet niet waarom de chat klinkt als Bowser en het maakt niet echt zoveel uit. Goed, Mario daarentegen, die ken niet heel erg veel, dus appeal! Yay! Niet dat het nut heeft, maar appeal! Ik wou eigenlijk een supercar doen, maar... Ah, arme Livion. Nou ja, dan doen we nog een keer gulp. Yay! Al moet ik wel zeggen dat de timing van de gulp best wel lastig is om een stylish te krijgen. Maar ja, we krijgen er in ieder geval goede startpoints voor. Yep, jullie moeten weer terug. Terug naar de Mineloom. Oh, wat voor stem had ik jou ook alweer gereden? Congratulations, Great Gonzalez, with this win you made a major league! Now that, folks, what I was called a wild and woolly fight, a diggity dang doozy! Keep it up, kid, you're going places, I can tell! Ooh-wee!
Come now, folks, give it up. We got a new major leaguer. Let's hear it for him. Yay, zie mij af van deze. Oh mijn god, ik ben zo blij. Dit is de beste dag van mijn leven. Yada, 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 yada. Is your fight money, Mr. Gonzalez? Bleh. Yay, 7 muntjes. Daar kan ik nou net een pakje kauwgom van kopen. Mr. Gonzalez, Mr. Grubber wishes you to see you in his office. Follow me. Maar ik wou heel eventjes nog uitrusten van mijn vorige gevecht. Mr. Grubber, I brought Mr. Gonzalez as you requested. Miss Jolene, you mind your manners now? We knock around here, missy! I apologize, Mr. Grubber. Don't you worry a pretty little head about none. Now, what was it again? Something about Gonzalez. Oh, yeah! Gonzalez, you all sung us so. Let me congratulate you, son. Major League already, huh? I had a feeling you were going places and bang! I love it when I'm right. You just keep putting up in the seats. I'm counting on you, son. Serieus, praat gewoon Engels, praat gewoon Nederlands of praat gewoon iets. I had a special little something something for you. Come on, take it. Yay. So yeah, something else that's been on my mind. Your costume ain't cool. No big deal, son, but hey, someday if you become champ, I'll get you a new one. Something hot pink, maybe, with some frills or something. You look like a sight, son. Anyway, that's something for another day. Part. Take a powder, okay? Mr. Gonzalez, please, follow me if you would. En wat, mijn liefjon die heeft de vorige match gewonnen. Maar liefjon die heeft... Oké, never mind. Miss Jolene, jij vindt Livion toch wel awesome? I'm not going to answer that question. Anyway, this is the Major League locker room. You will use this room for this moment on. The match system is the same as the minor league, but the bouts are harder. Try not to get completely destroyed out there, Mr. Gonzalez. Well, if you excuse me, I must be going now. Okay, doei! Dus, nieuwe kamer, nieuwe kansen? What's the deal? Would it kill these guys to show a little friendliness? Hey! It's Deadly Guy coming through. Listen up, losers. I've been hearing about the amazing start saving of the league. It's you, isn't it? Yeah, you fit the bill, skinny. And Mr.'s name Gonzalez. Man, I came all the way over here for you. What a waste of time. Hey, kijk daar eens. What's your deal, Gonzalez? Oh, the champ's belt. What in the... Hey, you, get too close to the hawk or you might get rocked. I'm not sure, but it definitely looks weird. I think you're right, Gonzalez. Fake. Hey, you think you can small talk the rock hawk? I don't think so. You got some guts calling my belt a fake, you swindly, no belt having wimps. Didn't your mama teach you any manners? Oh, sorry, yellow dude. I didn't mean to rip on your big, big belt. Stop making fun of me, punk! You're not only because we ain't in the ring right now. If I see you under these lights, I'll tell you apart. Remember the rug! Don't you mean the law? Ja, ik wou hem een beetje Sylvester Stallone impression geven, maar daar faal ik nogal in. Wow, I really pushed that dude's buttons, huh? Dat heb je behoorlijk gedaan. Well, forget him. We have a problem. Your map pointed to Gritsville, right? If that dude's belt has a fake crystal star on it, then where the heck is the real one at? Ik heb geen idee. Dat is een hele goede vraag. Maar hoe weet jij al dat? Gonzalez, was that your mailbox SP coming up? Where'd you get a email from? Dit eentje is van Mario 3. De worldmap van 6. Heel leuk eentje om dit te horen. If you want the crystal star, heed my instructions. From X. Who the heck is this X dude? He talks like he's the man to see about the crystal stars. Why would he want to help us though? This whole deal seems kinda whack.
Eindelijk heb ik je stem vast. Ben ik blij om. Goed, maar eerst... Laten we gaan slapen. Dankjewel, Koops. Dat is een heel goed idee. Yes, I want to sleep. I want to sleep badly. Please let us sleep now. Ik probeer weer een beetje de stemmetjes terug te krijgen van 3 weken terug, jongens. Mijn excuses daarvoor. Goed, in ieder geval, we zijn dus weer goed geheeld. Maar dan vraag ik me af, waar moesten we nou ook weer naartoe? Even kijken. Want ik was moe. Ik heb niet echt opgelet. Important things. Waar moesten we naartoe? If you want, head my instructions. Oh, alleen maar head my instructions. Nou, we hebben nog geen instructions, dus laten we maar gewoon nog een extra match doen. Dan kan ik namelijk eventjes jullie laten zien wat de andere aanvallen zijn. Dus wat mogen we nu niet doen? Nou ja, trouwens, daar kunnen we weer een montage van maken. En in deze battle hebben we de... Volgens mij zijn jullie... Wat heet het nou ook alweer? En in ieder geval, we mogen niet jumpen. Waar ik eigenlijk best wel van baal. En wil ik tattelen? Ja, we gaan gewoon eerst even tattelen. Dankjewel, maar mijn inventory zat vol. Laten we eerst even tattelen. Boink, boink. A red spike top. It's the most well protected of the Basil Beals species. Max of... Ze hebben 5 HP, attack is 3 en defense is een whopping 4. En ja, dan insert hard joke daar. Dus ze hebben een heel hoge defense en vuur zal hun niks doen. We mogen niet jumpen en daar zijn we eigenlijk heel erg blij om. Want of we zouden jumpen, dan ja, spike, dan weet je al hoe laat dat het is. Dus we hebben heel veel punies eigenlijk erin zitten. En we krijgen onze bonus nog eens in een keertje dat we nou minder schade nemen. Maar misschien kan ik superguarden. Kijk, daar ben ik wel heel blij om. Kan ik het nog een keer? Nee, maar ik nam geen schade, dus dat is helemaal goed. Oké, nou ik wil eigenlijk toch weer Leafeon terug. Het enige nadeel is, we kunnen nou niet echt onze aanval doen. Dus ik ga gewoon eerst even proberen om te kijken of we de mini-hack kunnen doen. Daardoor gaat een aanval omlaag met 2. Dus dat is altijd wel erg handig. Het zou normaal gesproken ook schade doen. Het enige nadeel is ja, hun defensie was al in heel hoog. Dus vandaar dat het dus niet werkt. Goed, dan kan ik jullie ook nog die andere aanval laten zien. Door gewoon de Quake Hammer te gebruiken. Boink. Want dan vallen ze namelijk om en dan gaat hun defense naar 0. En natuurlijk ook een bingo, waarom ook niet? Niet dat de bingo nut heeft, want onze zaal die zit al vol. Plus we hebben al onze star power vol, dus... Maar het is altijd leuk als dat gebeurt. Goed, de ground pound. De ground pound is een van de leukste dingen die er eigenlijk tussen zit. Let maar op wat er gaat gebeuren. Als hij helemaal vol zit... Helaas was ik te laat daar voor de timing... Die doet een whooping 5 damage. En stylish kun je daardoor mee. Je kunt op zijn minst 2 stylish punten eigenlijk doen. Ja, doe nog wel een keer de Quake Hammer. Waarom ook niet? Winning! Ik vind het wel gaaf hoe dat we hier nou... Ik weet niet hoeveel star points eigenlijk krijgen. Omdat we nogal een beetje... Ja. Best wel sterke vijanden te gaan verslaan. Die we nog niet tegen gaan komen. Dus How does that foretaste? Ja, ik heb zijn stemmetje vast. Yay! Here's your fight, man, Mr. Gonzalez. Ja, geef maar weer 8 muntjes of zo. 11 muntjes, serieus? Heb je de loterij gewonnen of iets? Now, if you excuse me, I must be going. Dan vraag ik mij af, kunnen we gelijk door naar de volgende match? Of krijgen we... Nee, we kunnen gelijk door naar de volgende match. Zullen we er nog eentje doen? We doen er nog één. En hier hebben we een Blast van de Past. Kennen we deze jongens nog? Yep, en we moeten 3 keer appealen. Daar baal ik eigenlijk best wel van. Laten we gewoon 3 keer appealen en dan gewoon een item gebruiken. Dan zijn we hier ook weer klaar mee. Oké, hi! Het enige nadeel is, nou krijgen we dus ook dat we dus, als we dit 3 keer doen... Dat we een beetje schade gaan krijgen, maar op zich maakt het niet echt zoveel uit. Poink. Ik probeer dit de superguarden. Juist! Hun kun je ook verslaan met de superguard, mocht je dus geen items bij hebben of iets. Maar het grappige is, weet je wat, als we appeal gebruiken... Volgens mij was hun defense enorm hard... Maar, even kijken, heb ik een bouwblok? Nee. Ik weet niet zeker of hij werkt, maar ik wil het toch gewoon even proberen. Volgens mij werkt dit niet. Ik weet niet zeker. Helaas. Haha, je doet niks. Yay, ik heb er 1 keer superguard! Nou, we hebben in ieder geval 3 keer geappeeld. Ik zou... Ik weet niet of de Quake Hammer eigenlijk hun damage doet. Ik wil het toch eigenlijk uitproberen. Science! Het doet hun damage. Ik had gewoon dus een Quake Hammer kunnen doen, dus ze allebei neer kunnen halen. Maar ach ja, lekker belangrijk. Goed,
Met die battle nog gedaan te hebben, denk ik dat ik het daarbij ga laten. Ik bedoel, we hebben 2 star pieces gevonden. We hebben 3 battles gewonnen. We hebben eindelijk onze Livion een stem kunnen geven. And I really like this voice as well. Blah, nou doe ik het weer helemaal fout. I really like this voice as well. En we hebben dus wat monies gekregen. Maar ik moet nog een beetje die stemmen proberen vast te houden. Ik doe mijn best daar in ieder geval voor. Goed, in ieder geval. Ik wil jullie voor het kijken. Heb je een leukste momentje? Laat het natuurlijk weten in de reacties. Als je daar de tijd voor hebt. Laat een like natuurlijk achter. Als je daar de tijd voor hebt. En we worden ingebroken. We worden onderbroken door een deuntje. Gonzalez, you hear that? You just got another email. See what it is, man. Oké, vooruit dan. Anders krijgen we een cliffhanger. En dan is het in de boot. Go to the watering hole outside the glitz pit. From X. The from a mysterious X, dude? Go to some watering hole? Okay, whatever. I'd give anything to know who this dude is. Ja, ik eigenlijk ook. Maar dat doen we in de volgende aflevering. Ik heb al doei gezegd, dus bij deze nog een keer. Of ja, ik heb eigenlijk mijn outro gedaan, dus bij deze. Doei!